De Nederlandse bevolking groeit. Dat zal ook de komende jaren zo blijven. Maar niet heel Nederland is hetzelfde. Er zijn grote regionale verschillen. Vooral de grote en middelgrote steden, die zullen blijven groeien. Net als de randgemeenten daaromheen. Er zijn ook gemeenten die te maken kunnen krijgen met krimp. En deze gemeenten liggen meestal aan de randen van Nederland. Elke 3 jaar presenteren PBL en CBS een regionale bevolkings- en huishoudensprognose. Hiermee kijken we naar de toekomst om te zien hoe Nederland zich gaat ontwikkelen. En wat zien we dan? Een verder groeiende bevolking, meer huishoudens die een huis nodig hebben en een toenemende vergrijzing. Op dit moment wonen er in Nederland 17,7 miljoen inwoners. Naar verwachting komen er tot 2035 ruim 1 miljoen mensen bij en groeien we naar een bevolking van 18,9 miljoen. Die groei zit vooral in de Randstad en grote steden daarbuiten. Daar is de bevolking relatief jong en worden er meer kinderen geboren dan dat er mensen overlijden. Ook zijn de Randstad en de grote steden aantrekkelijk vanwege opleiding en werk. In het noorden, langs de oostgrens in Twente en de Achterhoek en in Limburg zijn er gemeenten die krimpen door wegtrekkende jongeren en door vergrijzing. Naar verwachting zal in de periode tot en met 2035 zo'n 15% van de gemeenten te maken hebben met krimp. Vooral in de Randstad groeit de bevolking snel. Sneller dan we 3 jaar geleden dachten. De verwachting is nu dat in 2030 Amsterdam de 1 miljoenste inwoner kent. Andere snelle groeiers zijn bijvoorbeeld Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Almere, Eindhoven en Groningen. Ook het aantal huishoudens groeit. Op dit moment zijn dat er 8,1 miljoen. En dat zal naar verwachting toenemen tot 8,9 miljoen in 2035. En de groei betreft vooral alleenstaanden. Jongeren wonen vaak eerst op zichzelf voordat ze gaan samenwonen. En ook zijn er in de toekomst meer ouderen. Die vaak alleen achterblijven na het overlijden van hun partner. In vrijwel alle gemeenten wordt een groei van het aantal huishoudens verwacht. En de sterkste groei verwachten we in Flevoland. Een belangrijke ontwikkeling in de demografie is vergrijzing. Nu is 20% van Nederland 65 jaar of ouder. De verwachting is dat dit oploopt naar bijna een kwart in 2035. Aan de randen van het land gaat de vergrijzing sneller dan in de Randstad. Onder andere omdat jongeren vanwege werk en opleiding naar elders verhuizen. Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl en omgeving zijn het meest vergrijsd. En dat zal ook zo blijven. Flevoland is relatief jong, met veel jongeren en gezinnen. Maar ook daar zal de vergrijzing gaan toenemen. Met de ouder wordende bevolking neemt ook het aantal 85-plussers toe. En tot 2035 gaat hun aantal naar verwachting bijna verdubbelen. En de zorgbehoefte onder 85-plussers is relatief groot. En dit valt vaak op de schouders van de generatie van hun kinderen, die veelal tussen de 50 en 75 jaar oud zijn. Momenteel zijn er 14 van deze potentiële mantelzorgers per 85-plusser. In 2035 zijn dat er naar verwachting nog maar 8. Dit speelt dan in alle gemeenten, zelfs in het relatief jonge Flevoland. En de zorg aan ouderen zal dus overal in Nederland onder druk komen te staan. We hebben het hier over een prognose. De werkelijke ontwikkeling van het aantal huishoudens en het aantal inwoners kan anders uitpakken. Bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis of onvoorziene ontwikkelingen in Nederland of elders in de wereld. Met de prognose willen we, op basis van de best mogelijke informatie, een zo goed mogelijke vooruitblik geven in de toekomst. Zodat beleidsmakers gefundeerde beslissingen kunnen nemen over bijvoorbeeld woningbouw, zorg of het onderwijs.